Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe limited editie van Catrice uittesten, namelijk de Who I Am collectie. Deze collectie ligt momenteel in de winkel en in deze video ga ik de producten die ik heb gekocht met jullie uittesten. En ik ga uiteraard wat meer informatie geven over de collectie. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of het de moeite waard is om deze eventueel aan te schaffen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat zegt Catrice zelf over deze collectie? Ze willen eigenlijk een krachtig statement van openheid, diversiteit en inclusiviteit meegeven met deze collectie. En deze collectie is ook wel een beetje uitgebracht omdat het deze maand natuurlijk Pride maand is. Deze collectie gaat vooral over kleur en het vieren van liefde in alle facetten. De collectie staat ook vol met positieve berichten. Eigenlijk een soort van prachtige regenboog voor mensen die looks willen creëren waarin ze zich het meest comfortabel voelen. Er zitten eigenlijk best wel wat fellere kleuren dus in deze collectie. Ik heb overigens alleen de make-up uit deze collectie gekocht. Je had ook nog kwasten, die heb ik niet gekocht, want ik heb zelf gewoon hele goede kwasten die... En ik vind het dan niet zo nodig om dat soort kwasten ook te kopen. Maar ja, mocht je dat wel leuk vinden, er zijn dus ook kwasten. Ik zal in ieder geval eventjes de prijzen van de producten in beeld erbij zetten. En dan begin ik eigenlijk even met het oogschaduw en face paletten. En het eerste wat mij opviel van dit paletten, hij is best wel groot en hij is gemaakt van kunststof. Dus het is geen karton. En de laatste tijd zie je toch wel vaak dat ze kiezen voor kartonnen verpakkingen. En dat hebben ze nu niet gedaan. Dit palet heeft de naam C01 You Are Magic gekregen. Dit palet zou alle kleuren van de regenboog bevatten. Je hebt 12 tinten met intense en nude tinten dus. Met glanzende en matte finishes. Dat geldt dan voor de oogschaduwkleuren. En er zit ook een blush en highlighter in het paletten. Het zou geschikt zijn voor alle huidtypes overigens. Dat is het paletten. Heel erg mooi. Er zit een spiegel aan de binnenkant en dat zijn dit de tinten. Je ziet inderdaad een aantal nude tinten, maar het zijn vooral wel normaal gesproken een beetje de fellere kleuren. Ik zal eventjes een paar oogschaduwkleurtjes oppakken en eventjes de blush en highlighter. In de blush staat ook de naam Love en in de highlighter staat dan Wins. Dan zijn dit even twee oogschaduwkleuren, de highlighter en de blush. Op mijn hand lijkt het niet zo heel erg intens, maar ik moet zeggen dat ik denk dat het op mijn gezicht nog wel beter tot zijn recht zou komen. Althans, die ervaring heb ik wel. Maar goed, dat moeten we maar eventjes gaan bekijken. Ik veeg direct even de swatch weg. Dat gaan we gewoon testen. Wat mij ook inderdaad gelijk opvalt zijn de teksten die op het palet staan. Die staan hiernaast bijvoorbeeld I'm proud, love units, I'm unique, you are magic, I'm art. Nou, eigenlijk echt heel veel teksten staan erop. Wat op zich ook wel heel leuk is natuurlijk. Dan heb je twee gekleurde lippenbalsems. En deze zouden rustgevend zijn voor de ziel en de lippen. Ze zouden een glossy finish creëren in een rood en een roze tint. Ze zouden dus ook sterke looks creëren en ze staan voor liefde in al hun facetten. Dit zijn ze. Ook hier staan dus teksten op. Ik heb hier allereerst de roze. Die heeft de naam C01 You Matter gekregen. Dat staat er ook op. Zoals je kan zien. En dan hebben we de 02 Love Myself. Ze zitten dus in een tubetje. Ik moet zeggen dat dat best wel lastig is om eruit te krijgen. Ik zal ze even swatchen. Er zit eigenlijk een beetje een basic openingetje in. Zoals je kan zien. Maar het maakt het niet heel makkelijk om het eruit te krijgen. Dus ik weet niet in hoeverre de swatch nu heel goed gaat lukken. Ik heb gewoon een heel klein beetje op mijn hand aangebracht. Om in ieder geval eventjes de kleur tot z'n recht te laten komen. Maar ik moet zeggen, het is best wel pittig.
Kijk, de roze en de rode. Maar zoals ik zeg, het is niet zo heel makkelijk om uit de verpakking te krijgen. Dus op zich had ik het misschien wel fijner gevonden als dat gewoon in een kunststof huls had gezeten. Omdat het dan toch vaak wat makkelijker aanbrengt. Maar hij is ook vrij dik. Het laatste wat ik uit die collectie heb, dat zijn de dubbele oogpotloden. En deze is verkrijgbaar in 5 tinten. En het zijn dus intense blikvangers, zoals ze omschreven worden. Dit potlood is een, ja, het staat als eyeliner potlood. Is een beauty allrounder voor individuele looks. Je hebt dus aan de ene kant een eyelinerpunt, waarmee je dus een precieze applicatie kunt toepassen. En aan de andere kant zit een sponsje waarmee je dus kunt blenden. Ze zouden ook hoog gepigmenteerd zijn. Dus dit zijn ze. Ik zal de kleuren eventjes aan jullie gewoon los laten zien. Even kijken of ik dat op nummer kan doen. Dat is misschien wel zo handig. Moet ik ze alleen eventjes op nummer neerleggen. Eventjes kijken. We hebben hier allereerst de 01 I Am Art. En ik zal bij deze ook eventjes het potloodje laten zien en daarna ook even het sponsje. Het is dus gewoon een potloodje wat je moet slijpen met de hand. En dat is op zich prima natuurlijk. En aan de andere kant zit dus een sponsje waarmee je dus het potlood kunt blenden. Dan heb ik hier de 02 I Am Proud en dat is een groene kleur. Ook wel heel leuk. Dan hebben we hier de, ja, ik moet ook even kijken, 03 I Am Unique. Dat is deze. Ook een mooie paarse kleur heeft die. Dan hebben we hier nog de 04 I Am Real. Oranje kleurtje, ook leuk. En de 05 I Am Powerful en die is geel. Ik zal ze eventjes zwartje voor jullie. Dan, daar was ik net al mee begonnen en ik denk er gewoon weer niet aan. Dan zie je ook eventjes wat de intensiviteit is. Zo, moeilijk woord jongens. En dan zijn dit de swatches van de potloden die er eigenlijk best wel goed uitzien. Best wel intens. De gele zie je denk ik iets minder. Maar nou, het zijn hele mooie intense kleuren. Ik ga eventjes een haarbandje in doen. En dan gaan we maar eens eventjes wat producten uittesten. Zo, gelijk even ingezoomd. Ik ga ook het spiegeltje gebruiken wat in de paletten zit. En dan ga ik beginnen met het aanbrengen van de blush. En dat is dus deze kleur, die roze. Dus ik ga deze gewoon eens eventjes aanbrengen. Ik ben heel benieuwd of dat die een beetje veel pigment heeft. Of dat het een beetje tegenvalt. Ik durf niet eens heel veel op te nemen, omdat ik gewoon bang ben dat die, als die heel intens is, dat ik gelijk met zo'n roze gezicht rond moet lopen. Maar hij heeft wel wat meer nodig, dat zie ik al wel. Ik vind hem niet echt dat hij heel erg tot zijn recht komt. Ik zie hem licht opkomen, maar ja, daar blijft het ook een beetje bij. Ja, verder dan dit ga ik hem niet krijgen. En op zich ziet het er gewoon natuurlijk uit, wat ook prima is. Dan gaan we hem even aan de andere kant aanbrengen. Hebben jullie deze collectie ook al gespot en sprak het je aan of dacht je van nou ik ga hem gewoon helemaal niet aanschaffen? Want dat kan natuurlijk ook. Ja, hij is wel mooi. Ik heb het idee dat hij aan deze kant verder is dan aan die kant, maar dat kan ook aan mij liggen. Hij is op zich wel mooi, niet super intens. Hij is een beetje zacht en op zich is het ook wel prima. Dan ga ik door met de highlighter en dat is dus deze. Die ga ik nu aanbrengen. Ook deze vind ik nog niet gelijk echt heel glowy, zeg maar. Ik vind normaal wel fijn als een highlighter echt een lekkere glow achterlaat. Ik moet zeggen dat ik dat een klein beetje mis nog.
Ja, als je heel goed kijkt zie je hem wel, maar ik weet niet of het voor jullie echt heel goed zichtbaar is. Nou ja. We moeten het er eventjes mee doen. Hij had voor mij intenser mogen zijn, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, dat is ook net weer, dat is weer een verschil van persoon, denk ik altijd, weet je. De ene persoon die vindt dat heel fijn. En de ander die denkt van, nou, ik vind het juist wel mooi als het een beetje zacht is. Beter dan dit gaat het niet worden. Ik zie hem op bepaalde punten wel, maar ik weet niet of het voor de camera heel makkelijk vast te stellen is. Wat ik zeg, hij had van mij iets intenser mogen zijn, maar goed, dat is weer een persoonlijke smaak. Dan gaan we door naar de ooglook. En ik ga als basiskleurtje eigenlijk eventjes deze aanbrengen. Dit kleurtje ga ik even in de arcadeboog aanbrengen als basiskleurtje. Ik ben ook wel van plan om een beetje een fellere look te maken. Ja, het hoort tenslotte bij deze collectie. Dus echt gewoon puur een beetje als basiskleurtje. Hij is ook vrij zacht. Dit is ook een matte tint. Dat is ook prima. Dan heb je er al wat op zitten. Zijn het kleuren die jullie aanspreken of totaal niet? Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen jaren dit wel meer gaan waarderen. Vroeger zou ik het ook nooit gebruikt hebben, maar tegenwoordig kan ik er wel mee uit de voeten. Dan wil ik daar overheen met de gele kleur uit de paletten. En dat is dus deze kleur, die. Dus die ga ik daar overheen aanbrengen. Ik ben wel heel benieuwd of we die ook goed gaan zien, want ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hij neemt op zich wel goed op de kwast. Maar ik denk wel even dat er lekker wat een paar laagjes overheen kunnen. Want ik zie hem al wel, maar hij mag voor mij wel iets intenser. Ja, zo zie je hem. Natuurlijk wel zo even blenden, want je ziet wel heel erg de harde lijnen nu, maar dat maakt niet uit. Maar hij wil echt een beetje opbouwen, dus het is niet dat je in één keer hem aanbrengt en niet. Dit is fantastisch, maar dat maakt niet uit. Ja, dat vind ik op zich wel heel mooi. Ik ga hem even heel zachtjes blenden, want ik ben wel een beetje bang dat ik het heel erg wegblend misschien. Maar het is gewoon nu even wel dat de harde lijnen er een beetje uit zijn, omdat hij iets mooier en egaler erop zit. Niet te veel, dan vind ik hem zo best wel mooi. Ga ik aan de buitenste ooghoek werken met deze paarse kleur. Het is deze, die ga ik daar nu aanbrengen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hij ziet er op mijn kwast best wel intens uit. Maar ik moet toch zeggen dat je ziet hem wel, maar het is nog niet dat ik denk van wow. Wat een intens kleurtje. Dat moet ik wel meegeven. Zo. Je kunt natuurlijk hier zelf ooglooks mee maken die je wilt. Het is gewoon echt puur van wat vind jij mooi. En dat is ook wel het mooie van deze collectie. Dat je heel erg mag zijn wie je wilt zijn. Al vind ik wel dat volgens mij het nog niet altijd heel erg geaccepteerd wordt. Hoe mooi het ook is dat make-up merken hierin. Ja,
hun steentje bijdragen, merk ik nog wel steeds dat het nog niet helemaal optimaal is of zo. Ik laat hem voor nu even zo, die ga ik ook eventjes uitblenden. Een beetje zachtjes ook weer, want ik ben dus een beetje bang dat ik de kleuren heel makkelijk wegveeg. Zo. Ja, prima. Dan ga ik op het binnenste bewegende ooglid verder. Het is een roze kleur. Die ga ik daar even aanbrengen. Ook altijd wel heel spannend natuurlijk. Want hij ziet er vrij licht uit. Dus hoe gaat hij pakken op mijn oog? Je ziet het wel, maar het is allemaal wel vrij licht. Dus ik vraag me ook echt af of het voor jullie heel goed zichtbaar is. En daar ben ik dus een beetje bang voor. Kijk, ik zie hem nu zelf wel, maar ik zit natuurlijk nu wel met mijn gezicht echt op een spiegel. Ja, ik vind het er leuk uitzien, maar net wat ik zeg, het moet je ding zijn. Nu ga ik eventjes op het wenkbrauwbod en de binnenkant van mijn ogen eventjes dit kleurtje aandenken als een soort highlight. Zodat ik die ook eventjes een beetje kan aanzetten. Oh ja, die is heel mooi. Die zie je ook direct. Toch altijd handig, zo'n spiegeltje aan de binnenkant. Zo, dan zit dit erop. Ik weet niet of het jullie nu nog iets beter kunnen zien. Dan ga ik nu verder gelijk met de oogpotloden. Ik ga 3 kleuren gebruiken. En ik ga dus paars, geel en roze gebruiken. Nou ligt de roze hier natuurlijk weer ergens helemaal onder. Ja. Hij is fijn. Hebs. Ik ga beginnen met aan het binnenkant. Het beginrandje ga ik geel maken. Ik vond het leuk om met 3 kleuren potloden te werken. Om de kleuren van de ooglook een beetje terug te laten komen. Dus die ga ik nu aanbrengen. Dat is een beetje lastig. Normaal gesproken trek ik dus iets mijn ooglid naar beneden. Dat moet ik dus nu met 1 hand doen. Ja, die zie je dan echt een heel klein stukje. Ik zou hem eigenlijk nog iets intenser willen hebben. Maar ik vind het zo lastig om dit te doen met 1 hand, jongens. Weet je, ik ga het gewoon even zonder het spiegeltje doen. Ik ga het gewoon even op de grond doen in de camera. Toch even kijken hoor. Oeh, dit valt niet mee. Ja, top. Dan kan ik hem net gewoon even iets beter aanzetten als ik het zonder het spiegeltje doe. Dan ga ik daarnaast aan de gang met het roze kleurtje. Ik gebruik dus nu niet het sponsje. Je kunt ze dus ook als eyeliner gebruiken, maar dat doe ik dus nu niet. Dan ga ik toch wel weer eventjes met het spiegeltje kijken. Want ja, ik weet gewoon zelf even niet goed wat ik moet. Ja, ik hoop zo dat jullie dit goed zien, jongens. Ik vind het zo lastig. Ik ga iets naar voren zitten. Ja, dat zit er dan op en dan ga ik het laatste stukje met paars doen. Misschien is 2 kleuren normaal gesproken handiger, maar ik vond het wel leuk om de 3 kleuren te doen. Dus ga ik het laatste stukje met paars doen. Ik hoop echt dat jullie het goed kunnen zien, jongens. Want ik vind het zo lastig dit.
Wauw. Ja, ik zie hem. Leuk. Ik doe het expres een beetje naar voren voor jullie, zodat jullie ook echt een beetje mee kunnen kijken. Zo, dan zit dat erop. Dit is dan de ooglook zo, met het oogpotlood erbij. Ik ga hem eventjes afmaken met mascara en eyeliner. En dan ga ik eventjes mijn lippen doen. Dus eerst maar even dit afmaken. En zo ziet de look eruit met eyeliner en mascara erbij. Ik vind het uiteindelijk wel heel leuk geworden. Het is toch wel iets lichter uitgevallen dan ik had verwacht. Maar goed, maakt op zich niet uit. Ik vind het er wel heel leuk uitzien. Dus, nou ja, ik ben er wel blij. Nou, dan gaan we door naar het laatste product. En ik ga dus de rode lippenbalsem gebruiken. De Love Myself. Dus ik ga gewoon een klein beetje aanbrengen op mijn vinger. Want ik denk dat dat het handigste is. Omdat hij dus... Ja. Oh, kijk, daar ga je al. Je pakt veel te veel op. Kijk, dit komt er dus helemaal op. Nou, ik ga het gewoon een beetje oppakken. Hij plakt heel erg. Ik heb nu echt hele erg plakkerige vingers. Dus dat ga ik eerst eventjes een beetje proberen weg te halen voordat ik de boel ondersmeer. Dan zal ik zelf ook even in mijn spiegel kijken wat ik ervan vind. Ja, eigenlijk wel een mooi kleurtje. Niet heel intens. Mooie glans erop, maar gewoon eigenlijk wel zacht. Op zich wel een mooie... Ja, toch wel zachte kleur moet ik zeggen. Dus ik vind hem er wel mooi uitzien. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Laten we ook maar gewoon gelijk beginnen met het gezicht- en oogpaletten. Ik vind een mooi palette. Ik moet wel zeggen, ik vind sommige kleuren vrij zacht. Je kunt ze gelukkig wel opbouwen. Maar ja, de kleuren zijn wel wat aan de zachte kant. En hadden voor mij misschien iets meer pigment mogen hebben. Ik ga nog een andere ooglook maken met dit paletten. Die zal ik ook in mijn blogpost verwerken. De link van die blogpost zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Dus mocht je benieuwd zijn wat de andere ooglook is geworden, zou je daar kunnen kijken. En misschien zijn die kleuren nog wel intenser. Maar dat vind ik nu dus een beetje lastig om te zeggen, omdat ik die ooglook nog niet heb gemaakt. Maar over het algemeen ben ik over de oogschaduw tot nu toe wel tevreden. Ik vind alleen de blush en de highlighter wat aan de zachte kant. Maar net wat ik zeg, dat is een heel persoonlijke kwestie. Dus... Dat is die. Dan de twee getinte lippenbalsems. Ja, mooi. De kleur is niet super donker. Hij leek op mijn vinger heel donker. Maar op zich op mijn lippen ziet hij er vrij natuurlijk uit. Wat ook wel mooi is. Plakt wel licht. Ik heb er nu bijvoorbeeld al haartjes aan zitten. En de textuur is best wel dik. Maar op zich wel goed uit te wrijven. Ik had het alleen handiger gevonden als het in een flesje had gezeten. Niet in een tubertje, omdat ik het best wel lastig vind om het product uit te krijgen. Maar hier ben ik wel tevreden over. Ja, en de oogpotloden vind ik eigenlijk gewoon heel mooi. Ik vind het heel leuk. Leuk dat ze... Ik vind ze echt goed intens. Ik vind dat je er echt leuke kanten mee op kan. Ik heb er dus nu alleen voor gekozen om ze als... oogpotlood gebruiken op de waterlijn. Maar je kunt hem dus ook als eyeliner gebruiken. En dan kun je hem ook blenden. Ik heb dat nu dus niet getest. Omdat ik zoiets had, ik wil hem op de waterlijn doen. Daar ben ik wel heel enthousiast over. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de look vindt uiteindelijk. Of dat het een collectie is die je aanspreekt en zou willen aanschaffen. Of dat je denkt van nou, die laat ik lekker aan me voorbij gaan. Ik vind het heel mooi dat Catrice heeft ook met de tijd meegaat zoals nu om een soort van prijscollectie neer te zetten. Dat je mag zijn wie je wilt zijn. Dat vind ik wel heel mooi. Ik ben in ieder geval wel blij met de producten. En ondanks dat ik nu over het paletten zeg maar nog een beetje twijfel. Het kan het zijn dat die mening nog verandert later. Omdat ik nog... maar één ooglook ermee gemaakt heb. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren op het ronde knopje te drukken bij mijn gezicht. Op mijn kanaal zelf staat ook een abonneerknop. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog.
Als je geen video weer meer wilt missen, druk dan ook even op dat belletje. En dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!